Ja Sven, vrijdagavond, FC Den Bosch. Meteen een quizvraag. Wie heeft de MVV voor het laatst gewonnen in Den Bosch, denkste? Poeh, nou ja, dat zou ik niet weten. Ik weet wel zelf dat we altijd met MVV wel lessen hadden bij Den Bosch. Uit, ja. Klopt, dat is in 2019 geweest. Sterker nog, in de laatste 10 jaar is dat de enige overwinning geweest. Kortom, een uitdaging vrijdagavond. Nee, zeker. We zien nu 2 wedstrijden onderweg. Ik denk dat voor met name tegen jong Ajax een aantal keer in fases groot voetbal laten zien. Maar ja, dat het juist in die eindfase nog, of de beslissende paas of net voor die goal niet de scherp te hebben of een beetje het geluk mee te hebben, dat nog ontbreekt. Maar voor de rest denk ik dat het voetballen er wel af en toe goed uitziet. Ja, maar dat zal wel steken, hè? Die nul wat doelpunten betreft voor MVV. En voor Dijk natuurlijk ook. Jawel, tuurlijk. Hè. Dat wil gewoon goals maken. En met name ikzelf ook. Maar goed, voorzien nu wat ik zeg, 2 wedstrijden onderweg. We kwamen wel in de positie. En dat is, hè, kwamen we helemaal niet in de positie. Dan hadden we voor ons echt zorg moeten maken. Ik denk dat het nu een kwestie van Tiedes dat hij goed gaat vallen. Ja, want de tegenstander, ja, die heeft flink goed gehaald. Hè? 6-0 tegen Jong AZ. Dat is wel een beetje deze competitie. Hè? Jong AZ, de week daarvoor winnen ze. Hè? Dan spelen ze voor een spiek met 4-5 andere jongens. En nu komen ze met een heel jong team. Ja, god, dat hebben ze goed gedaan. Maar ik denk, wat ik zeg, is weer laten zien wat voor de laatste wedstrijd hebben laten zien. Dat we wel een kans hebben.